Ja, en ik wilde eigenlijk ook stilstaan bij ons eigen personeel. Een aantal collega's zijn er vandaag. Reza Asgharali heeft net weer een goedgekeurde jaarrekening, bijna goedgekeurde jaarrekening afgesloten. Ik kijk naar de accountant terwijl ik dat zeg. Maar ik wilde ook Vanessa in het zonnetje zetten. Vanessa staat in het midden van de zaal. En jullie kennen Vanessa allemaal. Vanessa, was jij nou werknemer 1 van de MV of 2? 1, hè? Ja. Je hebt het allemaal meegemaakt. Jij zorgt voor ons personeel. Je staat ervoor klaar. En ja, dat past in het plaatje van samen doen we het allemaal. Natuurlijk hebben we nog veel meer goede collega's. Ik ga ze niet allemaal af. Maar echt, we doen het met elkaar. Niet alleen met de BIA-collega's, maar met jullie allemaal. Afsluitend. Oh, ik heb nog één nieuwtje trouwens. Want we hebben natuurlijk onlangs afscheid genomen van de COO. En ik ga nog niet verklappen wie het is, maar ik ga wel op korte termijn aankondigen dat we een hele goede opvolger hebben gevonden. Dus hou onze social media in de gaten. Kortom, vandaag vieren we 79 jaar Flamingo Airport en eigenlijk al 89 jaar luchtvaart op Bonaire. Dat is een opwarmer voor volgend jaar en dan gaan we het groot vieren. Inderdaad, een mooi moment. 79 jaar en het was een paar jaar daarvoor de Oriol landde in Tramontana en toen begon luchtvaart op het eiland, op Bonaire. We zijn een eiland, omringd door water. Of ter zee of in de lucht, want anders komen we er niet. En het is heel belangrijk om zo'n mooie portaal als de BIA te hebben om ons te ontsluiten en ons te verbinden met de wereld. Onze hele economie, onze hele hebben en houden en leven is verbonden of door de lucht of de zee. En het is belangrijk dat de BIA in staat wordt gesteld om ons te blijven ontsluiten en ook te zorgen dat onze bezoekers ons kunnen bereiken, veilig, goed en wel en in comfort. Maar ook dat de eilandelingen en de eilanders ook naar buiten toe kunnen. Onze studenten moeten ook gaan studeren, moeten ook de wereld kunnen zien. En dat kunnen we alleen met de zee of met de lucht. Dus van de college, en ik weet zeker ook van de raad, willen we alle ondersteuning bieden aan de BIA. Om te blijven groeien, om de kwaliteit te bieden die nodig is in een wereld waar er natuurlijk normen bestaan en die we ook moeten hanteren. En we willen dat die een vooraanstaande luchtvaart is, niet alleen in de regio, maar wereldwijd. En dat kunnen we zeker met het team van BIA. Maar ook vandaag wil ik graag bedanken alle werknemers van BIA. Directeuren komen en gaan. Bestuurders meer dan directeuren. Politici blijven wat langer, maar de werknemers die maken het waar. Die zorgen dat het gebeurt waar het moet gebeuren. Zij zorgen dat de tokken open blijft wanneer anderen misschien aan het slapen zijn. Terwijl wij thuis zijn, zorgen zij dat de landingsbaan veilig is voor de volgende ochtend. Ik wil graag een groot en warm applaus voor de werknemers van BIA die het allemaal mogelijk maken voor ons.